Jan de Tavernier speelt de hoofdrol in de musical De Kleine Zimmermin in Vlaanders Expo de Gent. Jan de mag de rol van Ariel vertolken en daar is hij bijzonder gelukkig mee. Want laat De Kleine Zimmermin nu net de lievelings-Disney-film van Jan de Tavernier zijn. We kennen Jante als politieagent in de buurtpolitie op VTM. Maar deze keer mag ze een totaal andere rol vertolken. Ik heb het al tegen heel veel mensen gezegd, maar het is super cliché, maar het was wel een van mijn favoriete Disney-films. En dat ook omdat ik vind, Assepoester en Sneeuwwitje zijn zo'n beetje wat tuttebelletjes. Als ik dat mag zeggen. Nee, ik vind Ariel is gewoon een supergrave. Ja, die heeft gewoon ballen aan haar lijf. En ik merk gewoon dat die gelijkenissen heel groot zijn met mezelf. Dat die, ja, die durft haar mond op te trekken, maar ze heeft wel een goed hart. En ze wil haar dromen achterna jagen. En ja, ze probeert dat op een manier te doen waar zij van vindt dat dat de juiste manier is. En het is heel gek, maar het voelt echt alsof dat mijn leven een beetje is en dat is wie dat ik ben. Wat ging er in jou heen toen je hoorde dat je de hoofdrol kreeg? Ja, ik geloofde dat niet. Hè. Dat was heel raar. Hè. Ik vind het een hele eer dat ik hem heb gekregen. Maar ik moet zeggen, ik kreeg telefoon en toen ik ophing, dacht ik, heb ik dat nu gedroomd? En ik heb echt serieus gewacht met iets te zeggen tegen iemand tot ik echt de bevestiging op mail had. Jij bent Ariel. Want ik dacht, dat kan toch niet? Dus ja, dat was echt, ik geloofde het gewoon niet. Ja. Je hebt de afgelopen maanden wat opofferingen moeten doen. Hè? Bijvoorbeeld, jouw opnames voor de buurtpolitie zijn aangepast? Ja, dat klopt. Opofferingen. Allee, ik mag mij heel gelukkig wensen eigenlijk met het feit dat het zo'n tof productiehuis is. Dus zij hebben eigenlijk vlak voor ik begon aan deze avontuur, en ook het hele steracteuravontuur, hebben zij eigenlijk mij volgepropt met opnamedagen. En na dit avontuur staan er weer x aantal dagen gepland. Dus ze hebben mij gewoon een soort van 2 maandjes vrijgegeven. En dat is de max dat zij dat willen doen voor mij. Ja, wat is er zo speciaal aan deze versie van De Kleine Zimmermin? Ja, ik denk dat het is sowieso een hele moeilijke musical om over te brengen bij de mensen. Omdat het onder water leven is moeilijk om over te brengen. Maar ik denk gewoon, Frank is gewoon de juiste regisseur om hier op te zetten. Hij doet dat zo goed, hij heeft zo'n goede beelden in zijn hoofd. Ook als hij daarover vertelt, hij kan dat met zoveel passie vertellen eigenlijk, dat we het allemaal snappen en begrijpen. En dat is de uitdaging. En daar moet je ook komen kijken om te zien hoe dat wij daar een eigen spektakel van maken. Dus het is een grote uitdaging, maar het gaat prachtig zijn, als ik het mag zeggen. Je hebt het over uitdagingen. Wat is jouw grootste uitdaging in deze musical? Mijn grootste uitdaging is kunnen bewegen met een staart, dat gaat een pittige zijn. En wat ook best wel moeilijk is om te doen alsof je niet kunt lopen op benen. Want wij zijn mensen, dus wij lopen al heel ons leven op benen. En Ariel krijgt voor de eerste keer in benen. En dat is best wel moeilijk om dan zo dat, ja, onhandige te spelen. Dus daar moet ik zo nog wel wat in zoeken, hoe dat ik het doe. Maar ja, zoals ik al eerder zei, is de rol gewoon echt iets. Het ligt zo gemakkelijk allemaal. Het is zo, ja, die emoties kloppen, het gevoel klopt. En ja, dat maakt het denk ik zo, juist zo sterk. Heb jij hoogtevrees? Ja. En je gaat vliegen? Ja. Ja. Ja, ik weet niet wat ik moet zeggen. Ik heb hoogtevrees en ik ga vliegen in Vlaanders Expo, waar het heel hoog is. Dus misschien is dat ook nog wel een uitdaging die erbij kan gezet worden. Ja, nee, het gaat wel goed komen, denk ik. Ik word heel goed begeleid door de crew en de mensen die... Er zijn mensen die er verstand van hebben, dus ik hoop dat ik ze kan vertrouwen. En het gaat goed komen, maar ik ga wel mijn allereerste keer dat ik in de lucht ga, wel, denk ik, even gillen of zo. Of even, ja. Ja.